Ik snap niet. Je kon dus ook gewoon doen. Over de positieve dingen van de week. Ik zie hier koffie en thee staan en mag niet gegeven als de donderdag. Dat heb ik zo. Zo, neem uw plaats in, zou ik zeggen. We komen bij het laatste blok van dit programma. En u moet zo rekenen, hoe korter het blok, hoe eerder de borrel. Maar goed, ik wil natuurlijk wel recht doen aan de sprekers die we nog hebben, want die hebben iets moois voorbereid. En om u even uit de beversfeer te halen, hebben we net besloten dat we u even een filmpje over de das laten zien. Ja, dus daar beginnen we mee. Oh, is het primeur ook nog, hoor ik net. Oké. Okay. We staan hier aan de Maasdijk, een primaire waterkering van ons. En achter ons zie je een Dassenburcht. Deze Dassenburcht is hier een jaar of 20 geleden aangelegd in de veronderstelling dat het veilig was. Met de kennis van toen was het ook veilig. Het is zo nieuw dat filmpje dat het nog even aan zichzelf moet wennen, zeg maar. Ja, komt vast goed. We staan hier aan de Maasdijk, een primaire waterkering van ons. En achter ons zie je een Dassenburcht. Deze Dassenburcht is hier een jaar of 20 geleden aangelegd in de veronderstelling dat het veilig was. Met de kennis van toen was het ook veilig. Dat was de conclusie ook. Maar wat gebeurde er toen? Dat is natuurlijk... Hè? Nog één poging? We doen nog één poging. En anders krijgt u gewoon het linkje. Ja, dat kan ook. Zullen we gewoon een applausje voor... Hè? Ja. Heeft alles vandaag tot in de puntjes geregeld. En dan krijg je dit. Ja, ik moet wel even bijzeggen, Oscar wilde dit filmpje graag laten zien, dus dan weet u dat. Maar ik denk dat het een interessant filmpje is. Tenminste, de teaser was best mooi al. Kijk, daar komt hij weer. Misschien als anker er alvast. Zometeen gaan we naar de presentatie kijken van Henny Roorda van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En dat gaat dan over dat landelijke beverprotocol. Dus dat is al een paar keer voorbij gekomen. Dus dat is zeker interessant. Ja. Sjaak weer in beeld. Nu nog het knopje van de play. Het playknopje is verdwenen. Daar is het playknopje. Driemaal is scheepsrecht, hè?
krijg je door het verhang dat het in ieder geval ook naar binnen komt, waardoor in ieder geval de binnenzijde gaat verweken en daardoor wordt, kan de dijk instabiel worden. En dat is het risico wat we niet kunnen afwachten. Ach, dat was het. Dus daarom moeten we ook actie ondernemen. Daarom moeten wij deze gaan verwijderen hier uit de dijk. En dat is een heel traject waar we al een tijd mee bezig zijn. Dat betekent dat we allereerst een machtiging moeten aanvragen om een bestaande Dassenburcht te mogen verplaatsen. Nou, die machtiging hebben we. We hebben een nieuwe Dassenterp aangelegd. We noemen het wel eens gekscherend een 3-sterrenhotel. Mooi met 4 kamers, een aantal toegangspijpen. En daar mag de das naartoe als hij wil. We kunnen hem niet dwingen. Die Dassenburg die ligt op 100 meter afstand van deze, dus in het bestaande territorium. Dat is wel heel belangrijk om te weten. Als je iets nieuws aanlegt, zorg dat het in het bestaande territorium blijft. We monitoren die nieuwe burcht. Tot nu toe is je nog niet in geweest, wel erbij. Dat hebben we al gezien. De sporen zijn er volop bij. De das die zoekt steeds weer nieuwe verblijven en daarvoor gaat hij aan het graven. En in dit geval bij de bestaande burcht is hij een keer aan het graven geweest, 2 keer zelfs, richting de dijk. En afgelopen november, december, weer op een derde plek, op 100 meter afstand hier. En die hebben we opengegraven en toen bleek dus dat hij tot ongeveer 3 meter uit de kruin in de dijk gegraven was. Nou ja, je moet hem opengraven, je moet hem van boven opengraven en dan zie je dus hoe diep dat hij zit. Dat betekent dus ook als er water aan de buitenkant is, dan hoeft het echt niet tot de kruin te staan. Een meter of 3 onder de kruin kan er voldoende zijn om aan de binnenkant water te gaan krijgen. En dat maakt het zo risicovol. En dan weten we dus niet bij de bestaande burcht hoe ver dat hij in die 20 jaar al richting de dijk is gegaan. 2 weken geleden hadden we hoog water en bij Kuik in Sint Agatha hadden we 1 burcht buitendijks. En de prognose was dat het water in ieder geval tegen de dijk aan zou komen. Waardoor je ook zeker weet dat die burcht onder gaat lopen. Het voordeel daarvan is dat je ook zeker weet dat er geen das in zit. En we hebben op voorhand met toestemming van de dijkgraaf een noodverordening van kracht laten worden. Waarin wij, voordat het hoogwater daadwerkelijk aan de dijk was, die burcht mochten ontmantelen. Nou, dat hebben we gedaan. 2 kranen, man of 7-8 aanwezig. En we hebben een dag voordat het hoogwater daadwerkelijk bij de dijk was, hebben ontmanteld. Maar dan zie je toch dat er nog dieren in zitten. Komt je? Oh, even dat. Oh, de dame erin. Hij schiet erin. En we hebben daar 3 vossen en 3 dassen aangetroffen in de burcht. Dus als wij hier de bestaande burcht gaan ontmantelen, hopelijk dit jaar in juli, dan willen we het 100% inmeten, liefst 3D, zodat we ook kunnen aantonen, kunnen laten zien aan heel Nederland hoe risicovol een Dassenburg kan zijn en hoe omvangrijk. Want ik zei al, hier zit 100 meter burcht in een raster, maar we weten helemaal niet hoe ver dat die binnen die 100 meter zich uitstrekt. En vooral richting de dijk is heel belangrijk om te weten. Ronald, we kijken welke lengte die toch gedaan heeft. Ja, en hij gaat dus wel echt die kant op. Ja, hij zit hier waarschijnlijk, Ja. Als straks alles ontmanteld is, dan laten we het raster wel staan, want de das zal toch de neiging hebben om hier terug te komen. Dus dan laten we gewoon 1, 2, 3 jaar staan en dan zien we wel hoe dit zich ontwikkelt. Dus ik denk als je het zo vooruit kijkt, dat het heel gunstig is dat er een nieuwe burg ligt. Als die al verstoord wordt, dan heeft hij in ieder geval op een veilige plek, 100 meter uit de dijk, een nieuw onderkomen. Mooi, dankjewel. Dit was de primeur van dit filmpje. Ja, mooi. Mooi om te zien hoe we als mensen toch proberen die natuur op een of andere manier te beheersen. Hè? Heel grappig. En dat konijn vond ik ook heel leuk. Die had gehoord van het 5-sterrenhotel. Die dacht, ik kom eens even kijken. Ja, zou ik ook doen. We gaan snel door met het programma. Want we gaan het hebben over het landelijk beverprotocol. En Henny Roorda is er. We hebben jou vandaag al eerder gezien. Maar nou, je kan jezelf nog wel even na te introduceren, denk ik. Hartstikke goed. Dank je wel.
Mijn naam is Henny Roorda. Ik had het zo net ook al even gezegd. Ik ben strategisch adviseur bij het ministerie van INW. En ik hou me eigenlijk, ik ben geen bioloog van origine of zo. Maar ik ben eigenlijk in de beven gerold. En ik zei het zo net al even op vraag van met name de waterschappen. Van we hebben een groot probleem in de waterschapswereld. En het is eigenlijk faalmechanisme 1. Aan het worden. Hè. Als je kijkt naar dijkversterkingen zijn we allemaal bezig met piping, met macrostabiliteit. Maar wat is nou eigenlijk een heel groot probleem als het onze dijken aangaat? Dat is het graverij van de bevers. En hoe kunnen we daar nou mee omgaan? Want het is best een groot probleem en het is een heel versnipperd probleem. Dus help ons, Henny. Dus nou, ik heb dat besproken binnen het ministerie en het is natuurlijk ook volop in de Tweede Kamer vaak onder de aandacht gebracht. Hè. Dus mijn baas had zoiets van, Henny, ik zou het heel fijn vinden, zeg maar, als jij daar samen met je collega's van DGMO, die zitten hier ook in de zaal, mee aan de slag wilt gaan om te kijken of we een nationale aanpak kunnen gaan maken voor die bever. En daarbij werd wel gezegd, we gaan ons eerst concentreren op de bever, maar het moet eigenlijk ook uitbreidbaar zijn naar andere grote dierlijke gravers. En dan met name de dassen, waarvan we zo net het mooie filmpje zagen. Dus ik kan niet doordraaien, of wel? Ah. Kijken. Nou, wat zal ik vertellen? De bever, daar weet je meer van dan ik, dus daar ga ik het niet over hebben. Wel heel kort even over de problematiek en dan met name over de governance. Hoe hebben we dat nou in Nederland geregeld? Dan de gezamenlijke aanpak en dan gaan we het hebben over de 3 producten die in die aanpak zitten. Dat is een handelingskader voor preventieve maatregelen, een nationaal bevenprotocol met een escalatieladder en een voorstel voor monitoring. 3 hele belangrijke onderdelen die samen de aanpak vormen van de nationale bevenstrategie, zeg maar. En dan is er nog tijd voor wat vragen. Nou, dit weten jullie allemaal wel, hè? Europees beschermd diersoort, maar hij doet ook heel veel goed voor de biodiversiteit in Nederland. De waterkwaliteit gaat erop vooruit, dus we moeten ook dat beestje koesteren, dat is hartstikke belangrijk. Maar we zien ook door de toenemende aantallen, en die zien we hier, zeg maar, dat ze steeds meer een probleem veroorzaken. En de gele, ik vond het wel een mooi plaatje, want je kunt kijken, zeg maar, hoe snel dat is gegaan met de verspreiding van de bever. Want de oranje stipjes geven weer, zeg maar, waar het beestje zich tot 2017 eigenlijk ophield. Hè, van 2008 tot 2017. En dan zie je dat daarna een enorme uitbreiding van de bever is geweest. Meer dan 6000. En vooral in het zuiden en in het rivierengebied een groot probleem. Nou, wat ons opvalt is dat we zijn nog heel erg veel bezig met, niet met controle, maar met calamiteiten. We hebben echt nog te weinig aandacht en het is wel steeds meer hoor. Want toen ik in de waterschapswereld werkte was dat nog eigenlijk helemaal niet het geval. Nou, dat is nu alweer 2,5 jaar geleden. De aandacht voor preventieve maatregelen groeit gelukkig, hè? Dat zie ik echt. Maar er is nog steeds heel erg weinig aandacht voor die preventieve maatregelen. En dat zou echt meer kunnen. En de aanpak van de problemen is ook gefragmenteerd. Want we hebben in Nederland, zeg maar, ten aanzien van de bever niet echt heel erg handig georganiseerd. Want de waterschappen die hebben als bevoegd gezag de provincies. Nou, dan heb je sommige waterschappen en die hebben te maken met 4 of 5 provincies. Sommige hebben te maken met 3. En dat zijn allemaal verschillende provincies die met allemaal andere ideeën over de bever misschien zich bezigen. Je hebt ProRail, die moet naar RVO. En ook Rijkswaterstaat, die kan en naar de provincie soms en naar RVO. Dus dat maakt het er niet makkelijker op. En we zien ook, zeg maar, als bijvoorbeeld Waterschap Limburg een probleem heeft met de bever en hij vraagt een ontheffing aan, of zij vraagt een ontheffing aan, dan kan dat vaak heel snel geregeld worden. Terwijl als ProRail mogelijk iets met een bever wil, dan kan dat bij RVO wel eens veel langer duren. Ik heb ook begrepen dat dat veel sneller gaat tegenwoordig. Maar in ieder geval, zeg maar, we hebben dat nog niet gestandaardiseerd. En dat zou heel goed zijn als we daar, zeg maar, met elkaar in deze nationale aanpak een weg voor vinden. Oh. Kijk hoor, sla ik nou hierover. Ja, de aanpak. Ik had het zo net al even gezegd, hè. 3 belangrijke producten. Een handelingskader voor preventieve maatregelen.
Zodat die preventieve maatregelen systematisch aangebracht worden in onze grote programma's. Onderhoudsprogramma's van het spoor, maar ook van de waterveiligheidsprogramma's, zoals het HWBP, KRW, programmatische aanpak grote wateren. We zijn overal bezig in en rond het water en in onze infrastructuur. Dus het zou echt goed zijn als we dat van de voorkant goed meenemen. In ieder geval daar waar de grote risico's zich voordoen. Dus dat is belangrijk. Een tweede is, we willen ook snel handelen als er zich calamiteiten voordoen. En dan moeten we gewoon aan de slag. En dan moeten we niet weken moeten wachten totdat we iets kunnen doen. Dus een nationaal bevenprotocol, snelle uniforme procedures. Er moet wel ruimte blijven voor maatwerk. En waarom is dat zo belangrijk? Nou, we hebben dat kaartje zo net ook even gezien. In sommige gebieden heb je eigenlijk nog niet zoveel bevers. In sommige gebieden heb je echt heel veel bevers. Dus dat is belangrijk dat er daarom ook ruimte blijft aan lokaal maatwerk. Ook belangrijk, zeg maar, IPO heeft ook iedere keer aangegeven, dat is voor ons toch wel belangrijk. En we hebben gezegd, het zou heel mooi zijn als we deze aanpak nou hebben, dat die ook uitbreidbaar is naar de andere grote gravers zoals de DAS. En het is natuurlijk ook belangrijk om, als je dingen gaat doen, dat je dat monitort. Zodat je ervan leert en dat je van de dingen die niet goed gaan, dat je die niet weer doet. En dingen die goed gaan, dat je die uitbreidt. Dus daarom komt er ook een voorstel voor, hoe gaan we dan om met die monitoring? En dan gaat het over de monitoring van de populatie. Dan gaat het over de monitoring van de schade. En de monitoring van de preventieve maatregelen. Nou, wat is dan uiteindelijk het toekomstbeeld, zeg maar, waar we naartoe willen met elkaar? Nou, dat is minder calamiteiten en meer controle door proactief en toekomstbestendig te handelen. We willen eigenlijk een balans tussen verwelkomen en ontmoedigen. Nou, we hebben het vanochtend al heel vaak daarover gehad. Hè? Komen er nou zones of niet? Maar het gaat in ieder geval, zeg maar, om een balans. Aan de ene kant hebben we gebieden waar de bever prima kan functioneren. En in andere aan langs de dijken en langs zeg maar onze bepaalde oevers willen we ze toch liever niet. Hoe komen we daar? Dat is toch wel echt door samenwerken en ook over de grenzen heen te stappen. Hè, om te kijken, wat hebben we nou echt van elkaar nodig? En ook lef durven hebben om het ding eens mogelijk anders te doen dan dat we ze deden. Nou, hoe is dit nou? Want we zijn nu bijna een jaar bezig en dat is best lang. Hè? Hoe is dit georganiseerd? Nou, we hebben een ambtelijke projectorganisatie. Daar zit het ministerie van INW in, LNV, IPO, Unie van Waterschappen, ProRail, RWS, RWO en STOA. En dan hebben we nog een klankbordgroep en daar zitten alle waterschappen eigenlijk in. Faunabeheereenheden, alle provincies, RWS, ProRail, RVO, bij 12, Unie van Waterschappen, STOA en de Zoogdierenvereniging en IPO. Die hebben ook een keer kunnen reageren op de stukken. En dan is de bestuurlijke accordering is in het BO Water en in het BAK. Vitaal Platteland was het eerst, landelijk gebied volgens mij heet het nu. Hoe ziet de planning eruit van de drie producten? We zijn nu nog bezig met een juridisch advies op de stukken en er liggen nu een aantal conceptstukken, die zijn zeker nog niet af. Hè. Het zijn echt nog conceptstukken waar iedereen op kan reageren. Dat wordt ook gevraagd, maar we hopen dat die conceptstukken midden november gereed zijn en dat dan de eindproducten begin 2025 gereed kunnen zijn, zodat we in het bestuurlijk overleg water van april daarover een aantal voorstellen de bestuurders kunnen voorleggen. Nou, even kort ingaand op de producten die we dan willen gaan opleveren. Dat is het handelingskader voor preventieve maatregelen. Nou ja, ik heb het zo net al even genoemd, hè, in de grote programma's. Ik ga snel door. En hoe willen we dat dan gaan doen? Nou, dat doen we door middel van een stappenplan. We hadden zo net ook al een heel mooi voorbeeld van RWS. Hebben we voorbij zien komen. Dat betekent dat er risicokaarten kunnen worden opgesteld. Op basis waarvan de risico's worden, en dat is dan zeg maar kans keer gevolg, dat de risico's van het voorkomen van de bever. Dan wordt er gekeken, zeg maar, leg je de kaart van de bevers eroverheen en dan kom je tot een prioriteringskaart. Dus dan ga je kijken van ja, waar is het risico het grootst voor het bestaan van de bever en waar, zeg maar, wil je dan het liefst het eerst op inzetten en dan kom je tot een prioriteringskaart. Vervolgens pak je stap 2
En dan ga je kijken, van, ja, je moet ook kijken naar de ecologische kansen. In welk gebied bevind je zich en wat zijn de ecologische kansen van zo'n gebied? Vervolgens ga je naar stap 3. En dan ga je kijken, van, nou, als ik hier in dit gebied iets wil, hè, de kans, bijvoorbeeld de kans is heel erg groot en er zijn ook nog heel veel bevers. Dus ik wil iets in dit gebied. Nou, hoe is dan de technische haalbaarheid op die locatie? Wat zou je kunnen, wat zou je niet kunnen? Wat betekent het zeg maar voor andere soorten? Nou, de haalbaarheid op de korte en lange termijn, daar wordt ook naar gekeken. Stel nou dat je over 5 jaar een HWBP-project daar hebt zitten, dan is het misschien goed om nu even korte termijn oplossingsrichtingen te verzinnen, zodat je straks over 5 jaar je langere termijn oplossingsrichting kunt realiseren. Dan is het natuurlijk ook goed om te kijken naar het kostenplaatje van zo'n maatregel. En dan is het goed om te kijken van, je moet niet alleen de investeringskosten moet je niet alleen naar kijken, maar ook naar de beheerskosten. Dus hoeveel kost het nou zeg maar in de hele beheerscyclus van zo'n maatregel. Dus betekent als je maatregel treft, dan zou het best wel eens kunnen betekenen dat je daarna veel minder beheerskosten hebt. Dus dat zo'n investering eigenlijk toch best lonend is. Dus kijk naar het hele plaatje van de hele levenscyclus, inclusief beheer en onderhoud en natuurlijk ook de investering. Maar dat is dan alleen een centenkwestie. Hè? Het is ook altijd nog goed om te kijken van, maar wat is de impact op het milieu? En wat zijn de, vanochtend horen we het ook al even voorbij komen. Hè? Wat is de winst op het, voor het milieu van deze maatregel? En neem die ook mee. Dus dat is de laatste stap van puntje van stap 3. Nou, dan maak je uiteindelijk stap 4, de keuze. En dan ga je zeggen van, nou, wat zijn de baten? Wat zijn de kosten? En dan maak je een afweging voor de maatregelen die je gaat treffen. Oh. Nou, dit is even een voorbeeld. Ik weet niet of het leesbaar is, maar dat zijn zeg maar een aantal maatregelen die ook in het handelingskader voor preventieve maatregelen terugkomen. Nou, het tweede product is het Nationale Beverprotocol. En waarom willen we dat opstellen? Omdat we snel willen handelen. Ik zei het zo net al even. Snel willen handelen bij calamiteiten. En we willen dat ook graag zoveel mogelijk eenduidig doen. Daarvoor hebben we de escalatieladder. En die wordt in heel veel provincies al gebruikt. In heel veel waterschappen. En daar doen we een voorstel voor in het Nationaal Beverprotocol. Over de verantwoordelijkheden, zeg maar, krijgen we nog een extra advies over. Dus we hebben nu een escalatieladder hebben we ontwikkeld. En hoe we daarmee om kunnen gaan, daar krijgen we nog een extra advies over. En dat gaat dan ook volgen. Het is lastig, zeg maar, omdat we hebben te maken met 2 bevoegde zaken, RVO. En we hebben te maken met de provincies en dat maakt het lastig. Dus we hebben nog een keer extra juridisch advies ingewonnen om te kijken hoe we dat het beste kunnen stroomlijnen. Nou, dat advies is net binnen en dat gaan we ook met elkaar bespreken. En dan hopen we zeg maar eind november daar of midden november daar een voorstel voor te doen. Dan de borging van de data en de kwaliteit. Dat is natuurlijk altijd hartstikke belangrijk, hè? Dat je ook de data op orde hebt. Dus dat is er belang, zeg maar, om de validatie en de scholing op orde te hebben. Dus daar doen we ook een voorstel voor. Nou, dit is even heel kort, zeg maar, het plaatje van het Nationale Beverprotocol. Dat wordt nog herzien, hè, op basis van de reviewronde die nu speelt. Nou, dan ga ik naar het derde product heel snel, het voorstel voor de monitoring. Op 3 punten vindt de monitoring plaats. De beverpopulatie. We zien nog steeds zeg maar, dat er op zich is er landelijk wel een goed beeld van de bever. Maar regionaal ontbreekt dat soms nog wel. Dus vandaar dat we graag daar ook meer duidelijkheid over willen hebben. Nou, de Rijk en de provincie spelen daar een belangrijke rol in. Dus dat zal ook een van de adviezen zijn. Dan gaat het over de schade en de maatregelen. Er is behoefte aan een landelijk uniforme methodiek van de monitoring van de schademaatregelen. Dat hebben we nu eigenlijk ook nog niet. Dus het zou heel mooi zijn als we dat ook voor elkaar gaan krijgen. En wij achten eigenlijk wel het kenniscentrum Bever zou hier een belangrijke rol in kunnen spelen.
voor die schade en die maatregelen, om dat goed in beeld te brengen welke maatregelen getroffen worden. En dan is het nog belangrijker om te kijken van ja, doen die maatregelen eigenlijk wel hun werk? Dus die effectiviteit van die preventieve maatregelen, die moeten we ook gaan bekijken. En dat zal ook terug te vinden zijn in het voorstel van de monitoring. En ook daarvoor geldt dat het kenniscentrum Bever een belangrijke rol kan spelen. Dus dat was zeg maar heel kort in een notendop zeg maar onze idee van een landelijke aanpak. We hebben heel veel mensen aan meegedacht en heel veel mensen aan meegewerkt. Er zijn iets van 600 reacties gekomen in de zomer. Die zijn allemaal verwerkt. En nu vindt er een tweede reviewronde plaats. Dus nu hopen we zeg maar zo'n beetje halverwege november de conceptstukken klaar te hebben. En dan zijn er vragen vast. Ja, hij doet het. Sorry, Meinert. Hier was het. Twee vragen. De eerste vraag gaat over waarom dat je bij de monitoring denkt aan het Rijk en provincie. Op dit moment heb je al een monitoring van bevers, hè, in het netwerk ecologische monitoring. Ik denk van sluit aan bij dingen die al lopen, dat lijkt me handiger. Ja, nee, dat doen we ook. Tuurlijk, nee. Maar er zijn ontbrekende stukjes en die willen we gaan invullen. Maar zeg maar, nee, er wordt al best wel veel gemeten. Maar de dingen die ontbreken, zeg maar, die willen we gaan invullen. En zeker. De tweede, ik voel me af bij jouw eerste handelingsplan, zeg maar. Had je stap 1 en stap 2, zou je die niet beter kunnen omdraaien? Om twee redenen. Stap 1 ga je naar de risico's kijken. Stap 2 ga je naar de bever kijken, naar waar die zit. Ik zou hem omdraaien om twee redenen. Eén is van, je gaat dan meer kijken vanuit zeg maar, de ecologie in plaats vanuit de gevaren. Hè. En de tweede is van, als je gaat kijken op basis van de huidige situatie en niet vanuit de mogelijkheden, dan ga je dus ook zeg maar, je beperken tot de huidige stand van zaken, terwijl je eigenlijk al wil voorsorteren op wat er kan gaan gebeuren. En als je vanuit de bever gaat kijken van wat zijn goede plekken, dan ga je dus ook niet alleen maar kijken nu, maar dan ga je ook kijken van, en wat is dan over 10, 20 jaar? Dus ik denk dat je dan wat meer voorbereid bent op de toekomst. Ja, en dan volgens mij, het gaat met name over preventieve maatregelen. Hè? Dus we willen graag in onze programma's die preventieve maatregelen willen we gaan. En dan heb je het vaak al over dijkversterkingstrajecten. Dus dan breng je in beeld om te komen tot die preventieve maatregelen. Heb je nodig, zeg maar, waar zijn de risico's het grootst als het gaat om die dijken of die spoorwegen? Hè? Nou, we hebben bij RWS ook gezien, zeg maar, waar doet de kans zich voor? Waar is het gevolg het grootst? Hè? Als we onze boezemkades bijvoorbeeld hebben, nou, die zijn best risicovol. Soms heb je polders van 6 meter diep. Nou, we hoorden net al dat een das, maar mogelijk ook een bever in 1 dag al best wel grote gaten kan graven. Dus daarom zijn we uitgegaan vanuit eigenlijk de denkwereld van de waterschappen en van de beheerders zijn we vertrokken. En niet vanuit de natuur zelf, maar vanuit de praktijk van de beheerders zijn we vertrokken. En vanuit hun werkzaamheden, want zij komen dagelijks, want dat was ook de vraag van help ons zeg maar met die problemen met de bever. Maar je hebt natuurlijk helemaal gelijk, want die tweede is net zo belangrijk. Maar kijk, die kan mogelijk nog wel even wachten als je ergens geen probleem hebt. Ja. Ja, zeker. En daar moet ook aandacht voor zijn. Hè? Want je hebt natuurlijk niet alleen, je hebt ook het watersysteem waar de bever in zit. Dus daarin heb je helemaal gelijk. Meinert van Daltaris. Ik heb een vraag. Ik vond het heel helder protocol. En ik zat af te vragen, aan de ene kant zien we protocollen over gebiedsinvloeden. Groene, rode, gele zones. En hier is die vanuit infrastructuur ingestoken. En is dat een bewuste keuze om vanuit infrastructuur in plaats van vanuit gebieden? Is dat? Nee, dat we hebben het is wel zeg maar een stukje advies in het in de aanpak is wel om ooit te komen tot die zones, hè, maar die zones die werken nog niet. De gemeente Limburg, nou in sommige gebieden werken die wel, maar in sommige gebieden werken die nog niet. Limburg heeft dat ook, hè, die heeft zelfs zeg maar risicolocaties benoemd waar ze echt best wel snel aan de slag kunnen. Maar dat is het streven om daar met elkaar wel naartoe te gaan. Dat zou heel mooi zijn op den duur, maar zover zijn we nog niet. En omdat er ook gevraagd is om, ja, we hebben nu haast, zeg maar, want we moeten nu aan de slag met die bever, want we hebben nu problemen, hebben we gezegd van ja, dat is een belangrijk traject, dat wordt ook geadviseerd om dat te doen. Maar dit is echt eerst het nationaal protocol waar straks iedereen snel mee kan werken.
Dus beide, ene voor de langere termijn, om dat helemaal goed in te richten voor Nederland, duurt nog even. Voor de korte termijn, huppakee, aan de slag. Ruben Roelofs, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Hoe wordt de implementatie van deze drie adviesstukken, zo zie ik ze dan maar even, straks geborgd? Wie staat er aan de lat voor het maken van de risicoanalyses? En hoe worden de beverprotocollen straks geïmplementeerd bij de provincie en RVO? Ja, nou, dat is nog een hele goede vraag. Hè? Dus daar gaan we ons ook nog over beraden. Daar hebben we ook dat juridisch advies nog voor nodig. Maar we zullen in ieder geval heel concreet proberen in dat bestuurlijk overleg die adviezen zeg maar voor te bereiden. Hè? Dat de goede partij de goede dingen doet. En ik kan me zo voorstellen, ten aanzien van die risicokaarten, dat uiteindelijk is het ook de provincie die daar een belangrijke rol in speelt. Dat moet eigenlijk landen in die faunabeheerplannen, zodat je als waterschapper straks ook heel snel zeg maar, met die faunabeheerplannen kunt acteren met zo'n escalatieladder. Hè. Dus dat is een wisselwerking tussen verschillende waterschappen kan het aanleveren. Je moet het heel goed borgen in de faunabeheerplannen en dan kun je snel handelen. Dus het vergt van alle disciplines wat. En dat gaan we nog heel goed verwoorden in het bestuurlijk overleg, zodat iedereen de juiste keuzes maakt. Beetje cryptisch, maar... Henny, het was een heel uitgebreid, complex verhaal. In die zin, ik schrok af en toe van de grote tabellen. Maar ik denk dat het wel heel nuttig is dat het heel ver uitgedacht is. Waar ik zelf nog wel heel sterk op zit is... We gaan heel erg over preventieve maatregelen. Nou, dat duurt een hele tijd, gaf je inderdaad ook aan, voordat we daar klaar voor zijn. Maar wat doen we op de korte termijn, met name ook in het westen van Nederland, waar de bever toch inmiddels begint te komen en waar je inderdaad die badkuipen hebt. Kunnen we daar ook, het ENW-advies zei ook, we moeten lastige keuzes maken. Kunnen wij het ons veroorloven om die keuze nog even voor ons uit te schuiven? Of moeten we misschien toch al richting plekken waar je ze eigenlijk niet wil hebben? Maar ik begreep dat juridisch toch ook wel... Ja, nou, in Limburg, zover ik begrepen heb, ik ben geen kenner helemaal, maar Limburg heeft dat wel uitgezocht. Hè. Die heeft die nulzonering uitgezocht. Dat is op dit moment zeg maar, juridisch niet haalbaar. Wat zij nou wel doen is zeg maar, risicolocaties benoemen waar ze het bever echt niet willen hebben. En ik kan me ook voorstellen, maar daar heb je dan wel weer die hele die risicoanalyse voor nodig. En ook zeg maar, die preventieve maatregelen. Want als je kijkt dat de risico's heel groot zijn, bijvoorbeeld in die badkuipen, hè, en je ziet dat je preventieve maatregelen eigenlijk niet kunt treffen, omdat dat technisch niet mogelijk is, omdat het zo kostbaar is. Ja, dan heb je meer kans, zeg maar, om in zo'n regime te komen. En ik kan me niet voorstellen. Dus daar moet je dan het overleg met elkaar over hebben. En we hebben natuurlijk ook nog de gunstige staat van instandhouding. Dus daar spelen allemaal dingen in mee. Maar het is daarom zo belangrijk dat je die risico's in kaart brengt. In ieder geval kijkt van ja, dit zijn echt risicovolle gebieden waar we de bever eigenlijk niet kunnen hebben. En als je dan ook nog kunt aantonen dat preventieve maatregelen niet kunnen daar. Ja, dan sta je wel veel sterker dan dat je zegt van ja, ik heb een gebied en daar zitten nog niet zoveel bevers. Maar ik denk, ik wil ze hier eigenlijk ook niet hebben. Want ze kunnen mogelijk een probleem veroorzaken. Ja, Henny, we hebben nog een 5-sterren biertje voor je met iets lekkers erbij. Dus ja, dankjewel voor jouw toelichting. En we zijn heel benieuwd, nou ja, wanneer we... ermee kunnen werken, wat je allemaal hebt aangekondigd. Ja, het gaat heel veel over risico's, over bevers die grote gaten maken, dingen die moeilijk zijn. Maar er is een stukje Nederland waar ze geen enkel probleem hebben met die bever. Dat is in eerste plaats in de tuin bij Ree natuurlijk, daar hebben we het vanmorgen al over. Maar er is dus zelfs een hele provincie waar ze 300 bevers hebben en niks aan de hand. Nou, hij staat inmiddels naast me, Jeroen Reinhold, die kan er van alles over vertellen. Ja, heel goed. Ja, soms bekruip je het gevoel dat 200 jaar geleden werd de laatste bever doodgeslagen in Zalk. Soms bekruip je het gevoel hadden we dat beest maar nooit 35 jaar geleden weer geïntroduceerd. En dat vind ik dan toch ook weer een beetje jammer hè, van zo'n dag. Dat lijkt dan toch altijd alsof er alleen maar problemen zijn. Maar er zijn ook echt leuke dingen. Nou, en Flevoland is een leuk ding, dus daar gaan we eventjes toch even aandacht aan besteden. Want als je de verhalen leest in de krant, dan denk je, jemig, het is alleen maar ellende de laatste jaren. Hè? Want dit was 20 jaar geleden waren dit soort
persberichten er echt niet. Er waren echt alleen maar leuke, positieve verhalen. Maar goed, ja, de wereld is veranderd. De bever is gekomen en we hebben ermee te dealen. Ja, en dit is dan nu de verspreiding. Hè. We zijn een paar keer langsgekomen. Nou, en wat horen we natuurlijk? We horen allerlei problemen over de grote rivieren. We horen problemen over de beekdalen met al hun stuwtjes en dingetjes. Wat allemaal problemen. En dan hou je nog één stukje Nederland over waar er veel bevers zijn. Kijk, dat hebben we nog niet gehad vandaag. Dus daar gaan we het vandaag nog even over hebben. Nou, in Flevoland zijn de bevers sinds 1990. Toen werden er een paar verstoord. En dat was eigenlijk de reden om te bedenken van, nou, dat gaan we toch anders doen. Dus ik heb besloten met een aantal vrijwilligers, we gaan ze tellen. We hebben eerst de burchten geteld en de bevers die eruit kwamen. Nou, dat hebben we een paar jaar volgehouden tot 2015. Er zit een soort correctiefactor op. Zo van, nou ja, we missen wel een paar beesten. We missen ook wel. We weten dat er 3 bevers ongeveer per burcht zitten. Dus nou ja, op die manier kun je die grafiek een beetje mooi corrigeren. En dan blijkt dat, nou, dat gaat redelijk netjes, loopt dat op. Dus dan zijn we in 2015 maar mee gestopt met die bevers tellen, want dat was toch best veel werk. Dus nou, en we zijn eigenlijk in 2019 ook zo'n beetje gestopt met deze telling, want dat werd toch ook wel steeds moeilijker. Maar ik schat dat er nu zo'n 300 bevers zijn. Nou, hoe liep dat dan in die periodes? Wat je hier ziet is een burg die ergens in die 5 jaar bezet is geweest. Dat is eigenlijk wat je ziet. Dus hoeft er maar 1 keer in gebruik te zijn, maar het kan ook 5 jaar in gebruik zijn. En dan schieten we een beetje door de tijd heen. En dan zie je natuurlijk tussen Lelystad, Zeewolde en Almere, daar gebeurt het. En het wordt steeds dichter en dichter. Nou, 2014 komt eigenlijk een beetje Dronten erbij. En we gaan langs maar zeker naar het Vossenmeer. En in 2015, 2019, nou, zitten we wel redelijk vol. Dus dat is de situatie zo'n beetje. Nou, dat is ook wel, denk ik, nog steeds de situatie die we nu ongeveer hebben. En waarom hebben we dan zo weinig problemen met die bevers? Nou, we zitten in zo'n badkuip helemaal beneden. En lekker op 5 meter onder zeeniveau. En bij ons is het waterpeil lekker constant. Dat is wel makkelijk voor die bever. Hij hoeft nooit te verhuizen. We hebben burchten die wel 15 jaar op dezelfde plek zitten. Echt geen enkel probleem. Heerlijk. We hebben geen stromend water. Ook heel makkelijk. Dus we hebben ook geen dammetjes. Ik denk dat ik met wat moeite 5 dammen bij elkaar weet te sprokkelen in heel Flevoland. En dan is dit wel het grootste. Zo'n 90%, maar het is misschien tegenwoordig iets minder. 90% van de burchten ligt onder een boom. Heb je geen bomen, heb je geen burchten. Dat is een vrij simpele constatering. Gaat dus niet helemaal op. Hè. Dat is geen 100%. En ja, we hebben, en dat is het plaatje is wat dat betreft een beetje een foute plaatje. We hebben eigenlijk bij de dijken geen water. Dit is eigenlijk de enige uitzondering. Dit is de Knaardijk. We hebben geen water bij de dijk. Tenminste, aan de ene kant natuurlijk wel. Maar aan de andere kant, aan de landzijde, heb je eigenlijk geen water. Er zit op zijn hoogst een kwelsloot. Maar die is een paar 10 centimeter diep. Dus dat is niet echt interessant voor die bever. En voor de rest hebben we eigenlijk ook geen bomen aan die waterkant. Dus ja, dan geeft die bever niet heel veel te zoeken. Dus ja, we hebben ook geen problemen bij de dijken. Dat is heerlijk. Een grijs gebied? Ja, dan hebben we geen bomen. Dus dat is makkelijk. Dus dan komen die bevers ook helemaal niet. Hè. Die komen hier in de zomer misschien een keertje langs. Maar die bever komt hier niet. Dus uitermate comfortabel. Nou, nu hebben we de dingen een beetje gehad van, nou, wat hebben we allemaal niet? Wat hebben we dan wel? En je ziet dat die bever op een locatie gaat zitten waar die een mooi eilandje heeft. Of een schiereiland of een kruispunt. Dat zijn de plekken waar die graag zit. En daar kun je ook gebruik van maken. Hè. Dat is natuurlijk leuk. Als je iets meer begrijpt van die bever, kun je het ook gebruiken. Dit is 2012. Bever natuurlijk op een kruispunt. Mooie plek. Kun je al die watergangen mooi in. Dan heb je veel plek, veel oever om te fourageren. En als je nou die oever zou vergraven aan de noordzijde, en je maakt daar eilandjes ook in,
zoals hier. De hele oever is vergraven, natuurvriendelijk gemaakt. Een paar plekken zijn die damwand en dat, de grond die erachter zit laat je staan, maak je eilandjes. Dan weet je dat je over een paar jaar heb je dus bevers op die eilandjes zitten. Heel makkelijk. Kijk, en wat we ook niet gehad hebben vandaag is de bevers in de stad. Daar hebben we natuurlijk we hebben een paar grote steden met best veel water. En hier nog even dat plaatje terug wat we net hadden, 2010-2014. Geen bevers in de stad. Maar ja, het wordt steeds drukker en drukker. Dus die bevers die gaan echt wel de stad in. En die vestigen zich dus ook in de stad. En dan wordt het wel zaak om snel te reageren. Enerzijds kun je bedenken van, nou, wat is mijn inrichting van mijn stad? Nou, dit is een stukje Almere. Je begrijpt dat die bever hier niet veel te zoeken heeft. Dus dat levert ook weinig problemen op. En hier in Lelystad, links heb je de tuinen van die mensen. Nou, geen enkel probleem. Rechts is een hele mooie natuurvriendelijke oever. Dus die mensen die genieten elke dag vanaf een steigertje van die bevers die heen en weer zwemmen. Maar als die bomen omgeknaagd worden in de stad, begint het publiek zich natuurlijk wel een beetje te roeren. En dan komt communicatie wel echt om de hoek. Ja, je moet goed gaan nadenken, wat ga ik communiceren? En wat we in Flevoland ook wel proberen, is om een beetje positief te blijven communiceren. Dus hier staat dan ook, dit fietspad gaat door het leefgebied van de bever. U bent hier eigenlijk gast. En de gemeente Almere zegt hier eigenlijk van, nou, we proberen goed op te letten of die bomen niet omvallen. Maar dat is ook wat het is. De gemeente Lelystad heeft ook iets dergelijks gedaan. Dus je probeert zo goed mogelijk te communiceren met elkaar van, nou, blijft dit nog wel leuk? Maar het helpt wel. Door aandacht te geven aan de burgers als ze problemen hebben, kun je echt heel veel problemen voorkomen. Nou, gaat het dan in Flevoland allemaal goed? Nee, natuurlijk niet. Ook hier gaat af en toe natuurlijk wel eens een trekker door de brug. Maar je moet je ook afvragen of hier dus ook als of hier ook slim nagedacht is. Want dit is op 5 meter van een bekende burcht. Ja, als je gaat rijden met een grote zware trekker vlak langs een burcht, dan vraag je ook wel een beetje om problemen. Dus dat is, het is ook een beetje een nieuw denken. Creatief blijven acteren op die bever. En dan kun je er echt leuke dingen van maken. Dus daar wil ik het even laten. Jullie zijn dat 5-sterrenhotel, als ik dat zo hoor, in Flevoland. En ik moest, toen ik al die windmolens zag, moest ik even denken aan geen bomen langs de watergangen, maar wel windmolens. Nou, zo'n 2 weken geleden zat ik hier vol met 140 insprekers tegen windmolens in Overijssel. Ik denk dat die mensen ook wel iets met de bever gaan krijgen. Ja, en die moeten eens naar onze windmolens komen kijken. Ja, daar moet van. Nou ja, en dan kunnen die mooi omgeknaagd worden, zagen we in dat volgende plaatje. Ik heb nog een cadeautje voor je. En het kan zijn natuurlijk dat er nog iemand een vraag heeft. Naar aanleiding van zo'n positieve presentatie. Ja, ik zie nog wel 2 vingers, dus die moeten we wel even behandelen, vind ik. Zou je de Flevopolder kunnen vergelijken met de Biesbos? Want uiteindelijk hoor je daar ook nooit geen klachten over. Ja, kijk, in de Biesbos wonen natuurlijk niet zoveel mensen. Dat is een beetje, dat maakt het al wat makkelijker. Maar ik denk, ja, qua watersysteem is het ook weer heel anders. Dus wat dat betreft is het niet goed te vergelijken. Het zijn echt 2 verschillende systemen. Flevoland is het mooist. Nee, Biesbos is echt mooier. Ik hoor het accent, ja. Nog een andere vraag zag ik net nog, daar op de tribune, of niet? Niet? Nee. Nou, dan gaan we nog 1 keer voor jou applaudisseren. Dankjewel nogmaals. Dankjewel. Daar zijn we toe aan de laatste presentatie van vandaag. En dat is meteen ook degene, denk ik, die het jongst is, die gaat presenteren. Britt, jij studeert, of je doet promotieonderzoek in Wageningen, Britt van Zeist. En jij gaat ons ook echt een positieve boodschap meegeven, toch?
Ja, ga ik proberen. Ja. Nou, dankjewel. Succes. Dankjewel. Kijk, hij staat klaar. Nou, voor degene die mij niet kennen, ik ben dus Britt van Zelst. Ik doe onderzoek naar de effecten van bevers, sociaal en ecologisch, in een menselijk antropogeen landschap als Nederland, aan de Wageningen Universiteit en het Ecologisch Instituut voor, of het Nederlands Ecologisch Instituut. En daarnaast ben ik al mijn hele leven helemaal gek van bevers. En daarom werd mij ook gevraagd of ik vandaag een positief praatje wilde houden over bevers. Bevers zijn namelijk heel erg schattig. Het is echt een soort knuffeldier, maar het is veel meer dan dat. We zijn vandaag samengekomen vooral om te praten over de problematiek die bevers met zich meebrengen. Hij vormt een serieuze uitdaging. Hij veroorzaakt allerlei problemen die we absoluut serieus moeten nemen. Vandaag blijkt ook weer dat we daar met z'n allen ontzettend ons best doen om met deze lastpak samen te kunnen leven. Maar in onze inspanningen om die hinder te beperken, kunnen we soms vergeten van, wat zijn nou ook alweer de positieve bijdragen van de bever? Waarom doen we dit eigenlijk allemaal? Nou, en daar wil ik jullie vandaag nog even in meenemen. Met wat voorbeelden uit Nederland en uit het buitenland. Ja. Oh, het filmpje is ook al. Hebben jullie het hele filmpje kunnen zien? Ja? Oké. Nou, dan wil ik eerst even teruggaan in de tijd. Namelijk naar de tijd van de herintroductie. Want waarom hebben we bevers eigenlijk opnieuw uitgezet? Een van die redenen was dat de bever door ons toedoen is uitgeroeid. Namelijk door jacht en habitatverlies. En toen zagen we dat onze ecosystemen in kwaliteit heel erg achteruit gingen. Langzamerhand begonnen we te beseffen dat we sleutelsoorten als de bever nodig hadden om die achteruitgang tegen te gaan. Zo ontstond er bij natuurbeschermingsorganisaties het idee om de bever weer terug te brengen. En de keuze viel daarbij op de biesbos, een door wilgen gedomineerd bos. En natuurbeschermers dachten dat als we de bever daar dan terug zouden brengen, dat de ontwikkeling van een gemengd loofbos bevorderd zou worden. De bevers zijn namelijk meesters in het snoeien. Bevers die knagen allerlei bomen om en zetten daarmee allerlei processen in gang met positieve effecten op de natuur. Door bomen om te knagen, hun favoriet wilg, populier, daardoor ontstaan open plekken in de vegetatie. En door die vrijgekomen ruimte en extra licht kunnen andere soorten zich daar vestigen, wat dan variatie in de vegetatie bevordert. Hiermee zorgt de bever voor verjonging van het bos. Daarnaast zorgt de bever ook voor een enorme toename in de hoeveelheid dood hout, waar allerlei soorten dieren van kunnen profiteren, omdat ze daar voedsel en beschutting konden vinden. Dit is zowel op klein niveau met insecten als op groter niveau bij vogels, maar ook onder water aan de hand. Dus in die zin kunnen bevers voor een toename in biodiversiteit zorgen, ook wanneer ze geen dammen bouwen. Maar de positieve effecten van de bever worden pas echt goed zichtbaar als ze wel dammen bouwen. Bevers bouwen dammen in beekjes om de ingang van hun burcht onder water veilig te stellen en ook om hun fourageergebied te vergroten. Door die dam te bouwen vertraagt het water en kan het zo zijn dat de beek buiten zijn oevers treedt. Op die manier ontstaat dan een bevermeer. In dat bevermeer vindt zowel de bever als vele andere soorten zijn voedsel. Naarmate van tijd, als de voedselbronnen uitgeput raken, verlaat de bever het gebied en laat hij een wat ze noemen beverweide achter, wat heel erg voedselrijk is, waar dan de vegetatie weer helemaal los kan gaan. Naarmate van tijd kan dit proces zich dan weer herhalen. Zoals velen van jullie misschien weten, zien gebieden waar bevers actief zijn er nooit hetzelfde uit vanwege dit proces. Ze creëren namelijk een dynamisch ecosysteem. En zo ziet het er dan uit. Ik heb wat voorbeelden uit Nederland, het Gasterense Diep in Drenthe, maar ook in Limburg bij Elslo. Een systeem met meerdere dammen achter elkaar. Kun je erg goed zien wat voor effecten dat dan op de natuur heeft. Maar ook in het buitenland, een voorbeeld uit Schotland en een voorbeeld uit Noord-Amerika. Waar je echt goed kunt zien hoeveel doodhout daar dan in terechtkomt en wat voor positieve effecten dat heeft.
En deze dam hier onderaan is de grootst bekende beverdam uit de wereld. Hij is zo'n 850 meter lang en kun je zelfs vanuit de ruimte zien. Dus je kunt je voorstellen dat dat nogal een groot effect heeft. En daar profiteren dan een heleboel verschillende soorten van. Van planten tot aan dieren. Bevermeren zijn perfect voor moerasvegetaties, aquatische insecten, maar ook insecten die profiteren van het dode hout. Amfibieën, reptielen, vissen kunnen goed paaien in de bevermeren en het is een hele productieve omgeving om in op te groeien. Wat dan weer allerlei watervogels aantrekt en zoogdieren zoals de otter. Daarnaast hebben de bevermeertjes ook een soort functie als refugia tijdens barre omstandigheden. Maar daarover vertel ik later meer. Want bevers hebben niet alleen maar een positief effect op de biodiversiteit. Wij als mens hebben er daadwerkelijk ook wat aan. We hebben allemaal afgelopen zomers gemerkt hoe ontzettend droog het was. Of ja, afgelopen zomer dan niet. Maar in 2018 was het ergst. Er was sprake van een enorm neerslagtekort, waardoor heel veel beken droog kwamen te liggen. Waaronder ook de Astense Aa in Noord-Brabant. En daar hebben de bevers letterlijk een stokje voor gestoken. Want die hebben daar een beverdam neergelegd. En doordat die beverdam daar terecht kwam, viel de beek niet meer droog, werd het water vastgehouden en bleef het waterpeil ondergronds op. Of bleef het grondwater op peil. En op die manier, zeker op droogtegevoelige gebieden, zandgronden, bieden de bevers een broodnodig helpend handje, wat voor zowel de natuur als de mens erg handig uitkomt. Een andere manier waarop bevers verdroging tegengaan is als volgt. Die beverdam die vertraagt het water, waardoor er minder erosie van de beekoevers plaatsvindt. Daarnaast hoopt er allerlei sediment en organisch materiaal achter de beverdam op, wat de ingesneden beek of de delen van de beek die ingesneden zijn weer opvult en de beekbodem verhoogt, waardoor het water vertraagd wordt afgevoerd. Dus op die manier gaat de beverdam ook verdroging tegen. Als klimaatverandering zo doorgaat, krijgen we misschien nog extremere situaties te maken. Bij bosbranden denken we vaak aan landen als Spanje of Griekenland. Maar ook in Nederland neemt het risico op forse vuurzee in de natuur toe. Zoals hier bijvoorbeeld op de Hoge Veluwe. En een studie uit Amerika heeft laten zien dat bevers een cruciale rol kunnen spelen tijdens deze bosbranden. De bever wetlands fungeren namelijk als een soort natuurlijke barrière voor het vuur, waarbij het vuur ofwel wordt vertraagd of zelfs volledig wordt gestopt, simpelweg omdat het gewoon te nat is om te branden. Daarnaast bieden deze natte oases eigenlijk een schuilplaats voor al het wildlife in de omgeving om te schuilen, zodat ze een extreem evenement als dit kunnen overleven. Best handig dus. Nou ja, klimaatverandering houdt niet alleen maar in dat het droger wordt, maar ook natter. We zijn in Nederland redelijk goed in het snel afvoeren van grote hoeveelheden water, maar ook in Nederland neemt de kans op overstromingen toe. Bevers kunnen helpen in het bergen van water in het landschap. Ofwel door dat daadwerkelijk te doen, ofwel door te laten zien waar dat goed kan. Op deze foto's kun je dat heel goed zien. Je kunt zien op de linker afbeelding hoe het eruit zag zonder bever en daarnaast hoe het eruit zag met bever. En je ziet dat er gewoon een enorme hoeveelheid water wordt opgeslagen. En door bovenstrooms water op te slaan, wordt de kans op overstromingen benedenstrooms kleiner. Dat zien we vooral tijdens extreem wateroverlast, tijdens grote regenbuien in de zomer. Er is namelijk aangetoond in een studie in Engeland dat beverdammen heel erg effectief zijn in het dempen van piekafvoeren. In deze grafiek, in het blauwe lijntje, wordt de afvoer van een extreme regenbui in een beek laten zien. Bovenstrooms van een beverdam. Dus je ziet dat er een enorme piek in zit. Terwijl de rode lijn is benedenstrooms van de beverdam. Hieraan kun je zien dat de piek enorm wordt gedempt en dat het water geleidelijk wordt afgevoerd. En dit kan ervoor zorgen dat het benedenstrooms niet overstroomt. Een voorbeeld daarvan heb ik gevonden ook in Beieren in Duitsland, waarbij op verschillende plekken beverdammen bovenstrooms ervoor zorgden dat dorpjes benedenstrooms, die normaal gesproken altijd last hadden van overstromingen, dat nu niet meer hebben. Nou, bevers hebben niet alleen maar effect op de waterkwantiteit, maar ook op de waterkwaliteit.
De waterkwaliteit in Nederland is erg slecht. Velen van jullie zullen dat misschien wel weten, om verschillende redenen. Maar de Beverdam kan ook fungeren als een soort filter voor de waterkwaliteit. Er hoopt namelijk allemaal sediment, organisch materiaal en nutriënten achter de Beverdam op, die dan in het systeem van het Bevermeer kunnen worden opgenomen of gebruikt. Op die manier is het water wat dan de Beverdam verlaat vaak schoner dan het water wat de Beverdam inging. Daarnaast kunnen bevermeren ook helpen in het opslaan van koolstof, net als andere wetlands of bossen. Wat dan weer helpt in het verminderen van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer. Nou, tot zover de nuttige effecten van bevers voor mensen en de natuur. Ten slotte wil ik nog even hebben over de verwondering van bevers door mensen. Veel mensen vinden het leuk om een bever te zien in het wild. Het draagt bij aan hoe mensen de natuur of het wild ervaren. En hoewel het best wel lastig is om dit in financiële termen of wat dan ook uit te drukken, is het absoluut belangrijk om de waarde daarvan in te zien. Dus de fascinatie en verwondering van bevers is zeker iets waardevols. Samenvattend heb ik het vandaag even gehad over de voordelen van de bevers voor de natuur als sleutelsoort en ecosysteemengineer. Daarna heb ik laten zien hoe de bevers ons een helpende hand kunnen bieden, onder andere in de strijd tegen klimaatverandering. Ten slotte heb ik het kort even gehad over de waardevolle culturele waarde van bevers en hoe zij ons verbinden met de natuur. En het laatste onderwerp waar ik het nu niet over heb gehad, maar wat vandaag wel ruim aan bod is gekomen, is de negatieve effecten van de bevers die absoluut serieus genomen moeten worden. De bever is alleen geen, we kunnen alleen niet kiezen. De bever komt als een alles in één pakket. We kunnen niet genieten van de voordelen van de bever zonder ook de nadelen, zonder de risico's op problemen. Anderzijds kunnen we ook niet genieten van de voordelen als we de bever weer helemaal uitroeien. Terwijl dat toch eigenlijk de reden was dat we hem weer hebben geherintroduceerd. De uitdaging zit hem in het vinden van een balans. En ik denk dat kennisdagen zoals deze, waarop kennis en ervaringen met elkaar gedeeld worden, ons weer een stapje dichter brengen bij het vinden van die balans in de toekomst. Dankjewel. Nog vragen aan Britt? En dan over haar onderzoek misschien. Ja, zie je daarboven. Ja. We gaan altijd heel ver weg zitten voor mij. Ja, valt je dat ook zo op? Nou, dat hebben we afgesproken. Zeker zo op het einde van de dag. Iedereen heeft zijn gedachten kan laten gaan. Als ik het goed heb, is dat die mevrouw die ik al eerder benoemde? Hè? Wat deed jij ook alweer? Ja, ik was de mens-dierconflictbemiddelaar. Ja, juist. Ja, dat, ja, ja. Nee, dankjewel. Leuk om te zien ook al die positieve effecten van de bever. En dat is denk ik ook heel belangrijk om te benoemen. En ik vroeg me eigenlijk af, maar dat is meer misschien een algemenere vraag. Op het moment dat die bever ergens een dam maakt en een burcht heeft en het water, hoe het water daar zich gedraagt, is daardoor beïnvloed. In hoeverre is het mogelijk om vervolgens het waterbeheer zeg maar daarop aan te passen? En dus niet te zeggen van wij hebben een bepaald waterbeheer, dat willen we zo. En die bever die doet daar eigenlijk iets mee wat wij niet willen. In hoeverre kan dat omgedraaid worden? Dat we dus eigenlijk één bever ergens houden, denken, accepteren, die zit daar en wij passen ons daar vervolgens op aan. Ja, goede vraag. Het waterpeil wat in Nederland gehanteerd wordt, is altijd met een doel. Dus of we dat zomaar kunnen aanpassen is niet altijd, is altijd de vraag. Wat ik wel weet is dat er vaak een soort tussenpeil gekozen wordt. Dus je hebt een zomerpeil en een winterpeil. En in dat soort gebieden bouwt de bever vaak een dam. En soms is het mogelijk om dan te kiezen voor een tussenpeil, waarbij de bever soms wel, soms niet een dam bouwt, maar dan akkoord is met het waterpeil wat daar gehanteerd wordt. Dus op die manier vinden we dan een soort compromis. Maar dat is zeker niet altijd het geval. Is het gewoon polderen met de bever eigenlijk? Ja. Volgens mij kunnen we daar een heel apart symposium over houden misschien wel. Ja, nog andere? Ja, hiervoor. Oh, u hebt wel heel vaak het woord gehad, maar u moet toch wel deze vandaag nog, ja. Voor mij een nieuw vakgebied, hè, de ecologie en hoe een bever leeft en werkt.
En mijn vraag is ook, hoe kunnen wij dat als beheerders van verschillende organisaties leren? Want ik hoorde in het buitenland dus ook dat een bever per familie een verschillend karakter kan zijn. De een is aanvallend of juist volgend. Gewoon een volkswijk, sturend. Zeg maar. Hoe kun je sturen? Heb je daar ideeën over? Of hoe wij dat kunnen leren? Ingewikkelde vraag. Enerzijds denk ik dat hoe je het kunt leren is door naar buiten te gaan. Bezoek dit soort plekken waar er meerdere dammen achter elkaar liggen. En zie gewoon wat er gebeurt. En zie hoe indrukwekkend dat is. Dus dat is één. En hoe we daarin kunnen sturen. Of hoe we kunnen sturen in bevers met verschillende karakters. Waar leer je dit? Ik zou gewoon zeggen, bever politie, bever sociaal rechercheurs, bever... Dat soort dingen. Zeker als het gaat over karakters van individuele bevers, moet je gewoon daar zijn. En ik weet eigenlijk ook niet of je daarop zou moeten willen insturen. Je kunt niet het risico nemen van, oh, hebben we nu een stoere bever of een watje? Ja, de... Ed de bever of is het Sylvia? Ja. Nee. Ja. Okay. Was dat de laatste vraag? Ah, u begint ook een beetje rumoerig te worden, dus ik ben wel een beetje klaar mee eigenlijk. Maar, Ze willen naar de borrel. Ja, die. Nog één keer applaus voor jouw verhaal. Mooi. Dankjewel. Ik heb nog een wijntje voor je. Een lekker flesje wijn. Brits, dankjewel. Goed, nou, dan gaan we ook afronden. Ze hadden mij gevraagd om nog een uur lang een heel verhaal te houden tegen u van wat ik allemaal vandaag gehoord heb. Maar dat gaan we dan niet doen. Vindt u dat goed? Ja, daar bent u wel blij mee, hè? Ja. Ja. Maar ik wou toch een paar kleine dingen zeggen. Ik wou even zeggen, ik ben natuurlijk redelijk buiten staan, hoewel ik wel voor een waterschap een opdracht doe. Dus ik weet een beetje van water en dijk en zo en hoe belangrijk dat is. Maar ik zie wel allemaal mensen hier die het goed willen doen. Dus het goed willen doen voor de bever, voor de mens, voor die balans die Britt net ook benoemde. Hè, hoe je duurzaam kunt samenleven. Wat ik ook heel leuk verhaal, maar dat heeft niet iedereen gehoord dat verhaal. Maar we hadden hier een verhaal waarbij dus de natuurdoelen is soms een beetje aan de kant werden gezet. En gewoon gekeken werd, wat doet die bever nou? En dat dan laten ontstaan. Maar je hebt natuurlijk ook heel veel plekken waar natuurdoelen gelden. En waar je dus heel, ja, wat doe je dan? Hè? Kom je dan in actie? Laat je die doelen een beetje varen? En de meest verontruste uitspraak die ik vandaag heb gehoord, maar dat hebben een aantal mensen ook niet gehoord, maar dat was ook hier in een van de sessies, dat er mogelijk een tsunami afkomt op Gasteren. Een tsunami die naar Gasteren dendert. Dat vond ik een hele verontrustende duizend. Ik weet niet of iemand uit Gasteren aanwezig is. Maar ik zou even overwegen of u nog gaat verhuizen. Goed. Even hele praktische mededeling aan het eind nog. Zou u uw badge, maar vooral ook uw koordje willen inleveren? Dat u zegt, nou dat ding vind ik ook heel leuk, dat wil ik graag mee naar huis. Dat kan wel volgens mij, denk ik. Maar het koordje wel graag hier achterlaten, want het is herbruikbaar voor volgend jaar. Ik zou nog een applaus willen voor de provincie Overijssel als gastheer van deze bijeenkomst. En nu u toch aan het klappen bent, ook voor de organisatie waaronder Else heel veel werk daarvoor heeft gezet. Maar ook alle sprekers en alle mensen die mee hebben gedacht. Heel mooi. Nou, ik ga niet een heel rondje doen, maar ik ben nog wel even benieuwd of u nog nagedacht hebt. Of u nou een beverbeliever bent. Of een beverbuddy. Of een beverboomer. Maakt niet zoveel uit, u bent allemaal welkom op de beverborrel. Dus van harte uitgenodigd. En een hele fijne avond en een goede terugreis.